Lieve vrienden, goedemorgen. Ik hoop dat jullie niet te veel last hebben van het geluid buiten. Het wordt druk gewerkt ergens in de tuin en er worden tegels gezaagd, geloof ik. Ik heb al een tijd gestopt, gewacht, maar volgens mij valt er een hoop te doen. Dus ik dacht, ga toch maar beginnen. En ik wil jullie allemaal hartelijk welkom heten op ons YouTube-kanaal met alweer een actuele boodschap voor het lichaam van Christus. Onze gemeente. Maar dat geldt voor het hele lichaam van Christus, denk ik, zeker in het Westen. En ook hartelijk welkom aan alle mensen die meekijken, die geen deel zijn van de gemeente en toch geïnteresseerd zijn. Jullie van harte welkom. Wij zitten in een serie en die heet Met Jezus op weg naar zijn wederkomst. En daar zijn we al een poosje mee bezig. En dat zullen we de komende maanden nog wel blijven doen. Omdat we deze periode aan het gebruiken zijn, nu we niet makkelijk samen kunnen komen in een openbare samenkomst, om Gods leiding te zoeken hoe Jezus wil dat we als gemeente functioneren in de chaotische dagen waar we in leven nu en de nog meer chaos die zal gaan toenemen in de dagen die voor ons liggen. En elke keer als we weer wat verder zijn in dit proces, dan zal ik ook jullie langs deze weg dat met jullie delen. Een tijdje geleden, en ik heb daar de vorige boodschap iets over gezegd, sprak de Heere Jezus dit. Hij zei, ik wil mijn gemeente terug. Ik wil mijn gemeente terug. Ik vond het een beetje een rare opmerking. Maar ja, als Jezus iets zegt, dan heeft hij daar wel een bedoeling mee. En misschien heb je dat zelf, ik heb het al eerder genoemd, misschien ook wel zelf gedacht van, wat is dat toch raar? Want de gemeente is toch van Jezus Christus? Dit is toch de gemeente van Jezus Christus? Maar goed, dat is dus kennelijk de vraag. En dat is dus de vraag, is de Heer Jezus in de praktijk van alle dag het hoofd van zijn gemeente? Bij ons in de EGL of in bredere zin, het gemeente van het lichaam van Christus. En dat is een vraag die moeten we eerlijk aan hem durven stellen. Is ons gemeente zijn zo stevig verankerd in het kennen van Jezus? Kennen we hem niet alleen als het lam van God en als de Messias, maar kennen we hem ook als leeuw van Juda? Of als koning der koningen. De Heer Jezus die terug gaat komen naar deze aarde om te oordelen. Is onze liefde voor hem, zoals Ingeborg afgelopen zondag vertelde, is onze liefde voor hem zo groot dat wij onze toevlucht tot hem zullen zoeken. Ook in tijden van virussen, van economische crisis, van wereldwijde chaos, misschien dramatische gebeurtenissen in je eigen leven of in je eigen gezin, om maar niet te spreken nog van mogelijke vervolging en verdrukking. En de vraag is, kennen wij hem zoals hij is in al zijn facetten? En kennen wij hem in dat gedeelte van zijn wezen te nodig hebben voor de tijd die voor ons ligt? Met andere woorden, blijven we trouw, blijven we hem trouw, wat er ook gebeurt. Hebben wij ons volkomen ondergedompeld in zijn liefde, dat we radicale, gepassioneerde, toegewijde volgelingen van hem zijn geworden, geheiligd en vooral ook in liefde aan elkaar verbonden? Of zijn wij ondanks al onze goede bedoelingen toch veel te veel nog beïnvloed door de geest van deze wereld en zijn we daar misschien wel door lauwe christenen geworden? Ik ben bezig met een studieboek. Ik lees veel nu over de oorsprong van de Nieuw-Testamentische gemeente. Een studieboek van meneer Kevin Connor en die schrijft dit stukje. Hij zegt, de Bijbel laat ons zien dat alles wat geschud kan worden, ook geschud zal worden. Landen, regeringen, filosofieën, kerken, denominaties, culturen, mensen, tradities van mensen en waarden, waarden en normen. En hij zegt, er komt een dag dat ze zullen worden geschud als nooit tevoren. Ik vond het frappant, omdat we zien vandaag de dag dat we daar middenin zitten. En toen moest ik denken aan die tekst in Haggai 2, vers 7 en 8. Daar staat dit, want zo zegt de Heere van de hemelse legermachten, nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven. Alle heidenvolken. Ze zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken. En ik zal dit huis, het huis Israël, daarna ook de gemeente, vullen met heerlijkheid, zegt de Heere van de legermachten.
is de tijd waarin we in dat wereldwijde schudden, dat beven wat er staat. Dat is de tijd waarin we leven. Het is een hele bijzondere tijd waarin God zijn plannen voor Israël, voor de gemeente en eigenlijk voor de hele mensheid aan het uitvoeren is. En dit is voor de mens, voor het oog van de mens gewoon niet zichtbaar. Wat wel zichtbaar is, dat zijn de plannen van de machtshebbers. Nog niet eens de regeringen die gekozen zijn, maar die daarachter zitten. Daar zit een heel web van bankiers, nou ja, allemaal andere mensen die in het onzichtbare aan de touwtjes trekken om een duistere agenda uit te voeren. Zij zijn het die een nieuwe wereldorde tot stand willen brengen en wereldwijd een enorme angst nu creëren, zodat ze uiteindelijk de volledige controle over de mensheid kunnen overnemen. Met één wereldsysteem, één wereldregering, één wereldgodsdienst, één wereldeconomie, één wereldmunt, alles één. En daarvoor moeten alle verschillen tussen mensen en tussen systemen weggehaald worden. En we zien dat we al ver op weg zijn. Er staat in de Bijbel dat in de laatste dagen dat de antichrist zal een wereldwijde opstand veroorzaken tegen alles wat van God is, alles wat van Christus is. Daarom heet ook antichrist. We zien nu al de verwarring onder de mensheid, de verblinding van de mensheid. We zien opkomen de haat en de woede, de liefde die verkilt. Christen die afvallen van het levende geloof, zeker in het Westen, in Jezus. Dat is de tijd waarin we leven. En is het dan een tijd voor angst? Moeten we daar bang voor zijn? Niet als we naar deze ontwikkelingen kunnen kijken met ogen van geloof. Ogen die zien dat dat niet het systeem van de antichrist zal overwinnen, maar dat gelovigen zullen overwinnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis, zegt de Openbaring. Als we kijken met ogen die zien dat we niet onderweg zijn naar het nieuwe normaal van Rutte, maar naar een heel ander normaal, namelijk het normaal van onze Heer Jezus. Dus niet de nieuwe wereldorde van de mens, maar naar zijn, die van Jezus, zijn eigen wereldorde. Want dit heeft de Heer namelijk op de agenda staan. Dit is de reden dat alles schudt en wankelt. En dat staat in Hebreeën 12, vers 26 en 27. Daar staat dit nog eenmaal, daar hebben we net die tekst van gelezen, in Haggai. Dit duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen, als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. Hebreeën 12, vers 26 en 27. Dus terwijl de duivel zo dom is om te denken dat hij de wereld volledig in zijn macht kan krijgen, is de werkelijkheid, de onzichtbare werkelijkheid, dat de Heere God als volmaakte, en ik praat even in mijn termen, in mijn achtergrond als organisatie, als een volmaakte organisatieadviseur wereldwijd een veranderingsproces in gang heeft gezet om alles wat niet gebouwd is op de principes van Gods koninkrijk en zijn woord, om dat omver te gooien en in plaats daarvan zijn onwankelbare koninkrijk te vestigen hier op deze aarde. En weet je, de duivel kan dan wel met angst de mensheid onder zijn controle willen brengen, maar wij lieve vrienden, wij vatten moed. Wij kijken niet naar deze wereld, maar wij zien aan de horizon de komst van een nieuwe wereld onder de heerschappij van de Heer Jezus, die gaat komen om te regeren vanuit Jeruzalem met recht en gerechtigheid. We mogen ons verheugen. Weet je waarom? Omdat God alles in de hand heeft. Halleluja. Halleluja. Als we nu bij elkaar zouden zijn, dan zouden we hem een dik klap offergeven voor de goedheid en de trouw en de almacht van onze God. Halleluja. Mag je ook doen thuis trouwens. Ik volg de laatste maanden het alternatieve nieuws redelijk intensief. En als maar een kwart daarvan waar zou zijn, waar is, dan heb ik met wat er allemaal gebeurt achter de schermen en waarvan dingen zichtbaar zijn, heb ik daar maar één woord voor. En dat is de hel. De hel is losgelaten over de aarde. En waarom? De duivel is woedend, omdat hij weet dat hij nog maar een korte tijd heeft. Openbaringen 12, vers 12 en 13 spreekt erover. Staat: wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag
dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. Het laatste gaat over Israël. Dus we lezen dat er een tijd zal komen waarin de duivel zo in paniek zal raken vanwege de op handen zijnde komst van de koning der koningen, dat hij in blinde woede alle registers zal opentrekken om de mensheid grote schade toe te brengen, om Israël te vervolgen en de gemeente te volgen. Maar wij hebben hoop. De wederkomst van Jezus is aanstaande. Sommigen zeggen dat wij, als het kwaad tot een hoogtepunt komt, een explosie komt, dat wij op tijd weggenomen worden van de aarde. Grote verdrukking. Anderen geloven eerder dat de Heere zijn gemeente nu aan het klaarmaken is voor een laatste grote oogst en tegelijkertijd een tijd van grote verdrukking. En dat alles op weg naar zijn wederkomst. We gaan dit interessante vraagstuk gaan we na de zomer verder met elkaar uitdiepen. Ik hoor al van jullie verschillende reacties, enthousiaste reacties. Er is blijkbaar behoefte aan. En als jullie andere mensen kennen waarvan je weet dat ze op zoek zijn naar antwoorden op wat er nu gaande is, dan mag je ze uitnodigen. Ik zou bijna zeggen, laat de hongerigen maar komen om te eten. Te eten van het brood des levens. Maar nu, wij, jij en ik, als gelovigen, hier in Nederland, in Leusden, waar woon je? In Amersfoort, in België, in Oeganda, in Congo, waar je ook woont. In Amersfoort, Hoevelaken enzovoort. Hoe worden jij en ik, in plaats dat we verslagen worden en in de greep genomen worden door die angst, hoe worden we overwinnaars waar de Bijbel over spreekt? Eén tekst wil ik daarover met jullie delen en dat is 1 Petrus 5 vers 7 en 8. Daar staat dit. Wees nuchter en waakzaam, want uw partij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Maar bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan u, al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Nuchter en waakzaam zijn. We hebben daar de vorige keer over gesproken, dus laat dat even wat het is. Maar er staat ook dat je weerstand moet bieden aan datgene wat de duivel je op je weg brengt. En hoe bieden wij weerstand? Gaan we naar buiten toe? Gaan we met een soort van zwaard in onze hand meppen en schreeuwen tegen de duivel? Nee, dat doen we niet. Want wij hebben een heel ander wapen. Het wapen wat wij hebben is, behalve het woord van God, is datgene wat het oplevert. Dat is namelijk een stevig gefundeerd geloof. Ons geloof is een wapen in de strijd. Een diep vertrouwen in Jezus, hem kennen en bij hem blijven, ook al wordt het leven moeilijker. En dat was ook de kern van die prachtige boodschap van Ingeborg en de eerlijke boodschap van Ingeborg de afgelopen zondag. Weet je, God vertrouwen als je leven op rolletjes loopt, dat is niet zo heel moeilijk. Maar je aan hem vastklampen, in het rotsvaste vertrouwen, dat hij je door de diepste dalen heen zal halen, dat hij bij je zal zijn in de ergste pijnen en dat hij je zal verzorgen in de tijden van een verterend verdriet, dat is een heel ander verhaal. Daar kunnen ze ook in landen als China, Afrika, Noord-Korea, India, daar kunnen ze over meepraten. En lieve vrienden, dan heb je meer nodig dan een oppervlakkig geloof. Een geloof wat misschien wel gevormd is door een westers denken dat ons niets kan overkomen. Als je zoals die gasten daar, al je broers en zussen, ernstig vervolgd en gemarteld wordt, dan zal pas blijken of je je leven werkelijk aan hem ten volle hebt toevertrouwd. Tot in de dood. En we zien vandaag de dag, ons westerse christendom zien we wankelen. De geest van de wereld heeft zo'n stevige grip kunnen krijgen op het denken van mensen. De westerse kerk heeft geprobeerd in al die jaren om relevant te worden, door zich aan te passen aan de normen en de waarden van deze wereld. Denk maar aan alles rondom het huwelijk, rondom het hele gendergebeuren, LBGTH enzovoort. Als het gaat om euthanasie, als het gaat om abortus. Alles wat te maken heeft met het door God gegeven leven, dood, geslacht, identiteit, alle dingen. En waar wordt vandaag de dag nog het woord van God als onveranderlijk gepreekt en recht gesneden, zoals de Bijbel zegt?
in plaats van alles maar te verdraaien en de leugen tot een waarheid te maken? Welke christenen durven nog op te staan en een profetische stem te zijn in deze tijd? Waar is nog echte gemeenschap van de gelovigen in een tijd van doorgeslagen individualisme? Waar is nog echte aanbidding van God in een tijd van show en podium? Al deze moderne veranderingen die zijn doorgevoerd om mensen te pleasen en niet om God te pleasen. En daarmee zijn de christenen krachteloos geworden en geen wegwijzer meer in een maatschappij die volkomen op drift is geraakt. Matthäus 5, en ik vind het zo confronterend, zegt Jezus het volgende. U, en dan spreekt hij tegen jou, tegen mij, de christenen hier in het Westen. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het dan gezout worden? Hij deugt nergens meer voor dan weggeworpen en door mensen vertrapt te worden. Ik weet niet hoe, als je deze tekst laat inwerken, hoe dat bij jou zit, maar ik vind het een confronterende conclusie voor de christenen, ons hier in het Westen. Wij zijn niet meer het zout. Ons christendom heeft zijn smaak verloren. En dus deugt het nergens meer voor dan om door weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Maar prijs God, te midden van deze slechte vooruitzichten zou ik bijna zeggen, te midden van deze woelige baren is daar Jezus. En ik verwijs je nog even naar dat visioen wat ik heb gehad over Gulliver. En hij wenkt ons. Hij wenkt ons om los te komen van al onze tradities, al onze structuren, al onze door onszelf gevormde waarden, om maar los te komen en om hem te volgen. Om tot ons te spreken, hoe we weer de kerk kunnen zijn, hoe we weer het zout van deze aarde kunnen zijn, de kerk dus die Jezus 2000 jaar geleden gebouwd heeft. En dat is nu dezelfde vraag die wij nu als leiders in deze periode aan hem, het hoofd van de EGL, en hopelijk ook de andere gemeenten hebben gesteld. Maak ons tot die onwankelbare gemeente die dwars door de komende eindfase heen een overwinnende kerk zal zijn. Heer, spreek maar tot ons over de zaken als leiderschap, over zondags of doordeweekse samenkomsten, over de vorming van discipelen, over de aanwezigheid en het werken en de dynamische kracht van de Heilige Geest. En we hebben voor nu, hebben we als leiders vrede over de volgende stappen. De eerste is de onderlinge samenkomsten van huis tot huis, huis aan huis, wat wij nu doen, dat behoort tot de belangrijkste ruggengraat van de gemeente. En dan doe ik niet op de oude kringstructuren die we kennen, vastomlijnde kringen met een boekje. Maar ik doel op de fellowship, de spontane fellowship van die eerste gemeente. Want in die fellowship, daar werd het karakter van Christus gevormd in zijn discipelen. Daar voegde de Heer dagelijks mensen toe aan de gemeente. Daar werden discipelen gemaakt. Daar vond het echte gemeenteleven plaats. Niet in de grote samenkomst in de tempel en de zuilengang van Salomo. Nee, het gebeurde in de huizen. Het gebeurde in de stratenwijk waar ze woonden. Daar waar ze als christenen bij elkaar kwamen. Daar kwam hun geloof tot leven. En daar zagen ze dat de velden wit zijn, waar wit zijn om te oogsten. Maar de dingen zijn een beetje omgedraaid in de loop van de tijd. Die zondagse samenkomst openbare samenkomst is gemaakt tot het hoofdprogramma van de week. En de samenkomsten bij elkaar thuis zijn gezellige, ik zou bijna zeggen platte horizontale ontmoetingen geworden. En terwijl Jezus zei, ik zal mijn gemeente bouwen en jullie moeten discipelen maken, hebben wij dat omgedraaid. Wij hebben dit van gemaakt. Wij zullen uw gemeente wel bouwen, maar u moet discipelen maken. En ik herken dat ook in ons midden, in ons eigen midden, ook in mijn eigen leven. We zijn wel goed in het maken en het onderhouden van relaties, maar we zijn gewoon veel minder goed in het maken van discipelen. Terwijl dit toch echt een van de allerbelangrijkste opdrachten is die de Heer Jezus aan zijn gemeente gegeven heeft. Het tweede waar we vrede over hebben is dat het woord van God verder centraal in de gemeente gaat komen. Het is alleen het woord van God, als dat bevloeid wordt met het water van de Heilige Geest, wat levens van mensen kan veranderen. Het woord geeft leven. Het woord brengt waarheid en is in staat om de leugens van de duivel in ons denksysteem te ontmaskeren. Alleen door het woord van God kan ons denken vernieuwd worden
en in lijn komen met de wil en de bedoelingen van de Heer Jezus. Alleen in het woord van God leren we Jezus kennen, zoals Ingeborg het zei, als man van smarten bijvoorbeeld. Dus in het woord van God, alleen daar. Weet je, Jezus heeft ons zoveel onderwijs gegeven dat we de rest van ons leven bezig kunnen zijn om dat toe te passen in ons eigen leven. En daarom zegt, en hoe belangrijk dat is, dat zegt Jacobus, dan zegt hij geloof zonder werken. Dus je kunt wel geloven, maar als je er niks mee doet, je past het niet toe in je leven, dan is het een dood geloof. Dus alleen als je dat woord van God aanneemt en dat gaat toepassen in je eigen leven, dan zal het je kunnen veranderen, zodat je meer en meer op hem gaat lijken. En het derde waar we voor nu vrede over hebben als leiders, dat is dat we ons gaan voorbereiden op twee dingen. Eén is de late oogst. En twee is op verdrukking. En we zullen ook na de zomer aan de slag gaan met het boek Behandelingen. Zo ook doen onder andere met Bert de Haan en ook Paul denk ik wel. Maar voorlopig en daarop vooruitlopen nu is mijn vraag. Wat was de kracht van die eerste gemeente toen de vervolgingen begonnen uit te breken? Hun onderlinge band, hun opofferende liefde, hun radicale geloofsleven, maar ook, en niet in de laatste plaats, de tegenwoordigheid van de levende God in hun harten. En dit is wat vervolging deed in hun leven. Al deze dingen groeiden alleen maar verder. En meer en meer en meer. En al kwamen ze niet meer in de tempel bij elkaar. Maar ze gingen als het ware dan ondergronds. Dat wil zeggen, ze kwamen bij elkaar thuis. En anderen konden dat niet zo makkelijk zien. Dat maakte dat het evangelie zich in een razendsnel tempo kon gaan verspreiden. Dus het feit dat wij nu even niet in de til komen, vind ik geen straf. Het maakt juist onderdeel uit van Gods plan. En waarom? Omdat we weer leren om elkaar thuis op te zoeken en daar ons geloof te delen en te vieren. Te vieren, het leven te vieren. En daarom is het nu ook zo belangrijk dat wij onze onderlinge samenkomsten, hè, waar we zo mee begonnen zijn, dat we die niet verzaken. En ik wil het echt tegen jullie zeggen, verzaak het niet. Hebreeën 10, vers 23 tot 25 zegt dit. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze onderlinge samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Hebreeën 10, vers 23 en 25. En mijn vraag is, zie je de dag van zijn komst al naderen? Als dat zo is, praat er dan eens met elkaar over dat Jezus niet alleen de Messias is, maar dat hij ook de koning is, die leeuw van Juda, de koning is die terug gaat komen. Zie je die dag al dichterbij komen van zijn wederkomst? Wil ik je verwijzen, dan mag je misschien met elkaar bij het verbondsmaal wel doen, dat je Psalm 2 leest. Want die is zo actueel in onze dagen. De psalmist beschrijft hoe de volkeren woeden en in opstand komen tegen de Heer door zich los te rukken van alles wat van God is. Dat zien we gebeuren. Maar daar is de Heer niet van onder de indruk, want er staat hij die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren, hun schrik aanjagen. En dan beschrijft hij vervolgens hoe hij gaat ingrijpen in deze goddeloze wereld met een zeer dringend advies aan regeringsleiders, aan wetgevers, aan rechters om zich te bekeren en hem te gaan dienen. Je moet hem maar eens lezen. Om hen te gaan dienen. En dan sluit hij af met dit. Dat is zo mooi. Kus de zoon. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt, dus in die fase. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Deze psalm is zo actueel voor jou, voor mij, voor deze tijd. En vandaag is wat de Heer ook zegt tegen jou, tegen mij, kus de zoon. Leer hem kennen in al zijn facetten.
stel je vertrouwen op hem. Alles zal wankelen, het wankelt al. Alles zal wankelen, omvallen. Alle wereldse zekerheden, en ik verkondig dit nu al jaren, zijn aan het wegvallen. Dit wat ik al jaren verkondig, is allemaal aan het gebeuren. Leer bij hem te schuilen. Leer naar hem toe te vluchten. Hij wil jouw bescherming zijn. En dat brengt mij bij de vraag om met elkaar te bespreken deze ochtend. Hoe kan deze tekst, misschien moet je het even opzoeken, deze tekst van Hebreeën 10, vers 23 tot 25, misschien, hoe kan deze tekst je helpen om beschutting te zoeken, je veiligheid te zoeken bij hem, en om ons voor te bereiden, jou zelf, maar ons voor te bereiden, en als laatste de gemeente te zijn die Jezus heeft bedoeld in deze laatste dagen. Dus hoe kan deze tekst van Hebreeën 10, vers 23 tot 25, ons helpen om beschutting te zoeken in de tijd dat het heel spannend wordt en God gaat ingrijpen in deze wereld? En hoe kan het helpen om ons voor te bereiden, om onszelf voor te bereiden persoonlijk, ook als gemeente? En hoe kan het ons helpen om die gemeente te zijn die Jezus heeft bedoeld in deze laatste dagen? En als je daar met elkaar wat over gesproken hebt en je hebt daar inzicht in, wil je me die dan alsjeblieft laten weten. Want met elkaar zijn we op weg, zijn we aan het zoeken en samen komen we verder. En dan wil ik je aanraden om daarna af te sluiten met verbondsmaal. En als er iets is waarvan je moet bekeren, bekeer je dan. Waar dat ook nodig is. Of maak een nieuwe toewijding aan Jezus. Bid voor elkaar en zegen elkaar. God zegen. En we zien uit naar een geweldige tijd die voor ons ligt. We leven in, denk ik wel, de meest controversiële, maar de meest voor het evangelie de meest mooie tijden waar we ooit hadden in kunnen leven. God zegen, bemoedig elkaar, versterk elkaar en ik hou van jullie. God zegen.